Opnieuw een pro-Palestina-protest in de stationshal van Nijmegen. Donderdagavond verzamelen zich een kleine 100 man voor de toegangspoorten van het station voor een zogenoemde sit-in-demonstratie. Ook dit keer was het doel om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Waarom voel je je betrokken bij deze demonstratie? Ik heb persoonlijk, was ik al actief in activisme. Palestina was altijd een conflict waar ik heel veel zelf betrokken bij was. Omdat ik het heeft te maken met kolonialisme, postkolonialisme. En vanuit mijn studie leerde ik daar heel veel meer over. Dus ja, intellectueel had ik al wel wat interesse. Maar afgelopen paar weken heb ik Palestijnse mensen ontmoet uit Nijmegen. En werd het veel persoonlijker en emotioneler. En ook omdat het geweld de afgelopen paar maanden echt heel heftig is gestegen, zijn wij nu hier om actie te ondernemen. Ja. Ik zie dat het je ook echt wel doet. Het is heel zwaar. Kijk, het enige wat we hier proberen te doen, en dat proberen we ook te doen, is mensen te betrekken die hier nog geen kennis van hebben, die nog niet begrijpen wat er aan de hand is, die allemaal te horen krijgen, oh, het is ingewikkeld, en daarom ook niet proberen of niet durven op te spreken. Dus ik sta hier ook om die mensen te betrekken. Dit is niet het eerste pro-Palestina-protest in Nijmegen, maar of het de laatste is, is nog alles behalve zeker. We hebben geen idee. Het kan prima zijn dat dit jarenlang door moet gaan en dat het door de media onder de mat wordt geschoven, dat het een langzame genocide gaat worden. Of er kan zijn dat er mondiaal misschien een doorbraak gaat zijn en dat er een soort frame is dat de mensen eindelijk kunnen verwerpen, maar wij blijven door totdat de commando's stappen, totdat de keugels stoppen. Ja, ik denk dat er nog heel veel demonstraties zullen komen. Totdat de oorlog helemaal stopt. Het blijft altijd doorgaan. Hebben jullie het idee dat met de demonstraties die er al geweest zijn, dat er iets begint te verschuiven in de lokale of in de landelijke politiek? Hoop je dat? Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat het gewoon makkelijk kan geformuleerd worden, dat mensen het kunnen begrijpen eindelijk. En dat mensen gewoon durven te spreken hierover, ja.